Wij hebben eigenlijk het plan opgevat om een hele nieuwe opleiding in te richten, wat inspeelt op de behoeften van veel managers en leidinggevenden om meer grip te krijgen op die ingewikkelde teamprocessen. Waar je echt grote stappen kan zetten is door met je team te optimaliseren. Ja, de snelheid en de dynamiek waarin het gaat, dat je er echt wordt ingezogen, echt even uit je werk wordt gehaald, dat beviel me gewoon heel goed. Ene moment ben je met z'n tweeën over het landgoed aan het wandelen over een vraag. Dan hebben we weer een simulatie waarin er tijdsdruk staat. We hebben intervisie waarbij je veel meer je eigen vragen onderzoekt. En we hebben mini-colleges waarbij je eigenlijk de nieuwste kennis en wetenschap over teams tot je krijgt. Training heeft mij verrast in het feit dat ik heel erg aan de zelfreflectie heb gedaan de afgelopen periode. Maar ook alles wat je binnen hebt gekregen, dat je het continu meeneemt naar je werk en daar ook de uitvoering kan brengen. Ik merk een verschil voor en na de opleiding. Doordat ik in feedback terugkrijg van mijn team, dat ik veel effectiever ben, beter time management en veel meer focus heb welke richting we opgaan. Een van de krachtige onderdelen van dit programma is dat degene die meedoet, namelijk de leider, niet alleen leert, maar die neemt zijn of haar team of teams mee in de hele opleiding. En dat komt omdat we een blended learning aanbieden. En dat betekent dat de teams zelf via e-learning en teamopdrachten ook met die leidinggevende, met de leider, meegroeien. En dan zie je een enorme transformatie in een periode van 3-4 maanden.